uit Frankrijk. En zet het hier even aan u voor. Hier is dan die taaie Engelsman, Mark Russell. En hij zal strijden tegen Jérôme Durkan. Savate is in Frankrijk de vorm van het kickboksen. En de hoge traptechniek speelt hierbij een zeer belangrijke rol. De feiten op een rijtje. Hier is Jérôme Durkan, hij komt uit Frankrijk. 30 jaar, 84 kilo, 1,88 meter. 57 wedstrijden gestreden, waarvan 48 gewonnen door 25 door knockout, 8 verloren en 1 onbeslist. Mark Russell, Engeland. 25 jaar, 85 kilo, 1,78 meter. 37 wedstrijden, 31 gewonnen door 19 door knockout, 6 verloren. Frans Santing, de derde man in de ring, geeft de wedstrijd vrij aan Mark Russell in het wit en Jérôme Durkan in de zwarte broek. Durkan, een man met een grote Savate-achtergrond. Savate, de Franse versie van het kickboksen. Een zeer technisch hoogstaande vechtkunst, waarbij de hoge trappen zeer hoog in het vaandel gedragen worden. Russell is afkomstig uit Manchester. Hij heeft een gedegen Thai-box-achtergrond. En ondanks dat hij kleiner is, is hij wel de man die de aanval zoekt. Hij beschikt over fenomenale trappen ook. Het is nog even aftasten hier in deze eerste ronde. Afgeschoten over 3 in deze laatste wedstrijd op de eerste ronde van dit toernooi. En de winnaar van deze wedstrijd zal ook een plaats krijgen in de halve finale. Russell zoekt, probeert met die harde stoten dichtbij te komen. Moet natuurlijk een grote afstand overbruggen. Dat is niet simpel bij zo'n gedegen technicus als deze Durkan. Maar Durkan die staat wat minder op zijn been. Lijkt een beetje uit balans te zijn af en toe. Terwijl Russell zich opsluit. Hard trapt hij. Steeds weer met dat scheenbeen naar het lichaam. Kijk eens. Voorlopig stuurt hij Durkan alle hoeken door in deze ring. En de Fransman probeert met zijn knieën terug te werken, maar daarin is hij echt in thuis. Hij is toch een man van het afstandwerk. Lange stoot en lange trappen. Dat heeft Durkan graag. Maar hij krijgt die kans van Russell. Russell blijft maar naar voren gaan. Die afstand kort houden. Russell traint bij een hele fraaie club. Het heet Northern Assassins Camp. In Manchester, zoals ik u reeds vertelde. En de vraag is of hij zijn grijshaftige naam kan waarmaken hier in deze ring in Amsterdam. Voorlopig gooit Russell het tempo omhoog. En raakt hier met een linkse overtrap. Vol gelaat van de Fransman. En nu gaat hij fors neer. Kijk eens hier, we doen hier in de slow motion. Wat een plaatje gewoon. Deze linkse trap. En de vraag is natuurlijk van of Durkan zich hiervan kan herstellen. En Russell die gooit nu even alle wapens in de strijd. Die voelt dat het eraan zit te komen. Durkan lijkt nog eventjes niet helemaal bij zijn positieve te zijn. Hij probeert zich zo goed als het kan te verdedigen. En Russell moet nu met overleg te werk gaan. Het is duidelijk, hij heeft een voordeel nu. De problemen bij Durkan zijn heel duidelijk. Maar de gong die redt hier de Fransman Jérôme Durkan, afkomstig uit Avignon. En die krijgt hier wat tijd om even bij te komen. En die tijd heeft hij heel hard nodig. Want deze man, Mark Russell, die maakte met een plaatje van een overtrap bijna een einde aan de aspiraties van de Fransman. Ook in de tweede ronde is de Fransman met veel moeite rechtop gebleven. Maar hij staat er nog steeds, ook in deze derde ronde. Wordt meteen geraakt door een harde linkse van Russell. Die er geen gas over laat groeien. Een hoge trap weer en weer blijft die Fransman staan. Ongelooflijk, wat kan die man incasseren? Wat een moed heeft deze Jérôme Durkan. Steeds weer gaat hij het gevecht aan met Russell. Die inderdaad ook zelf achteruit gaat. Weer links. Loopt daar vol op het stoot. Wankelt. En blijft met de grootste moeite staan. Wanneer grijpt hier Frans Santing in, zou je bijna zeggen. De man moet zoveel incasseren. Nu dan misschien. Nee, nu krijgt Durkan een beetje weer zijn ongemoed uitgevallen. Maar je moet het de man nageven. Hij herstelt zich razendsnel deze Durkan. Weer een trap. En een linkshoek erna.
alsnog weigert de taaie Fransman naar het ravast te gaan. En dit kost ook veel kracht bij Russel. Hoe veel kracht kost het bij Russel? Want dat zie je ook, het tempo gaat iets naar beneden. Maar kan Turkan nog iets uit dat lichaam halen? Thijs op de lijf en hoofd van hem, wat zoveel ik moet incasseren in de voorgaande twee ronden. Russel moet zich ook sparen. Wil die ronde verder komen? Moet hij zorgen dat hij niet op de veel blessures oploopt? Hij staat een straatlengte voor op punten, dat is duidelijk. Maar hij weet dat als hij wint, hij nog een wedstrijd kan komen. Een harde low kick en weer daar moet Jérôme Turkan naar het canvas. Maar met een ijzeren wil uitgerust van krabbelt het weer overeind. Het is echt nu vallen en opstaan geworden voor Jérôme Turkan. Zware tijden voor de Fransman die de grootste moeite heeft om de opdringerige Mark Russel van zich af te houden. Maar je kunt een bewondering hebben voor deze Turkan. Hij neemt veel, maar hij weigert. Hij weet dat hij in een uitgekozen positie zich bevindt. Blijft echter gewoon staan, doorgaan en probeert het gevecht nu ook naar Russel toe te brengen. Russel moet gaan kijken. Die moet toch blijven zoeken nu. Weer een duidelijke opening te forceren. Niet zomaar op de dekking trappen. Hij laat heel langzaam weer deze Jérôme Turkan in de partij terugkomen. Maar dat mag niet baten. Einde van deze derde en laatste ronde. Het zou mij hoogst verbazen als Turkan hier als we naar huis ging. Want daarvoor was de overmacht van Russel Turkan. Alles was bijna raken op een zeker moment. Stoten, trappen, hoog en laag. Mark Russel liet zien dat hij oppermacht was in deze strijd tegen de Fransman Turkan. De winnaar is geworden de man in de rode hoek, Mark Russel. Some fabulous kicking there, Mark Russel. Oh, thank you very much. How are your injuries? None at all. I think it's down to my condition. I've run a lot, so my legs feel fine. Not too bad at all. Up hot the final? Yeah, I'm ready for it. I'll have a hard second round, but we'll see. Only time will tell.